200 jaar geleden bracht Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tevens broer van Bonaparte en door hem benoemd, een bezoek aan Ootmarsum. Lodewijk gaf de katholieken hun kerk terug en de protestanten middelen een kerk aan de ganzenmarkt in te richten. Dat is mooi, zegt Paul Wakkerinne. Veertig personen van het Drents Museum doen het op 2 maart 2009 prima over. Koning Lodewijk Napoleon en gemalin Hortense de Beauharnais. Nederland was van 1795 tot 1813 de Bataafse Republiek. Lodewijk regeerde van 1806 tot 1810 met de titel Koning van Holland. Er kwam scheiding van staat en kerk. In 1809 verbleef Lodewijk met 67 personen en 53 huzaren, 1 dag en een nacht. Hij was de eerste koning van Nederland. Burgemeester van Assen, hofmeijer Antonie Vosding van Bevervoorde.